Heel goedenavond iedereen. We moeten voorzichtig zijn, maar ook kalm en rustig blijven. Dat heeft premier De Croo vandaag gezegd in de Kamer. En toen we Erika Vliegen belden, zei hij dat ook. Dus dan gaan wij in alle rust proberen uit te vlooien hoe we met z'n allen die Britse variant onder de knoet kunnen houden de komende weken, want dat is toch de bedoeling. Ik weet niet of u hem ook gehoord heeft vanochtend bij de collega's op Radio 1. De bevlogen jongeman die de wereld wil veranderen. Op tv ziet hij er zo uit. Amir Bashrouri, 18 en nieuwe voorzitter van de Jeugdraad. Amir, en Amir, dat betekent prins, heb ik me laten vertellen. Ja, klopt. In het Arabisch. In het Arabisch. Dus, ja. Ja, mooie naam, mooie naam. Dank je wel. Goed. En ook nog altijd geweldig thuis in de categorie jonge veulens, Paul Herijgers. Die komt vertellen op wie u zondag uw centen moet zetten op het WK-veldrijden. Want dat gaat spannend worden, Paul, dat het geen naam heeft. Dat zit eraan te komen. In het zand van absoluut. Oostende. Straks alles erover. Welkom iedereen aan tafel. En welkom u thuis bij de afspraak. Er komt veel op ons af, nog altijd. Elke dag besmettingen, ziekenhuisopnames, een Britse variant, een Zuid-Afrikaanse variant, de besmettelijkheid van die varianten, prognoses ook van waar de cijfers naartoe gaan. Daar hebben we gisteren nog een mooi voorbeeld van gekregen met dat dossier. Dan krijg je nervositeit en daar speelde de premier vanmiddag toch een beetje op in de Kamer. Ik roep absoluut op tot voorzichtigheid. De situatie met de mutanten is een zeer delicate situatie. Voorzichtigheid moet onze leidraad zijn. Maar ik zou toch ook willen oproepen tot enige rust in de communicatie. Laten we ons allemaal, en ik spreek niet enkel over mensen die actief zijn politiek, ons beperken tot de zaken waar we feiten voor hebben. Ik weet dat we ons vele vragen stellen. Ik weet dat er vele twijfels zijn. Maar de leidraad zou moeten zijn voorzichtigheid en rust in het moment dat we zitten. Professor Vliegen, u bent voorzitter van het GEMSA, het adviesorgaan dat de overheid adviseert. Dus. En toen u belde, ik zei het daarnet, u zei het is waar, we moeten een beetje kalmeren. Maken we ons te druk met z'n allen? Wel, dat was niet afgesproken met de premier, maar fijn dat we hetzelfde erover denken. Nee, ik denk, het is... Er zijn twee verschillende dingen. Een situatie kan ernstig zijn en de situatie is ernstig en dat moeten we wel inzien. Maar dat wil daarom niet zeggen dat we daar moeten over panikeren of dat het Armageddon morgen voor de deur staat. Mm-hmm. Maar moet wel de situatie goed onder ogen zien en daar inderdaad de feiten bekijken zoals ze zijn. Er zijn een aantal projecties gemaakt, maar projecties komen altijd met een zekere graad van onzekerheid. Het is een beetje zoals een groot schip tussen ijsschotsen laveren. Je moet je daar goed voor concentreren. Je moet fasten your seatbelts, voorbereid zijn op een ernstige toestand. Dat wel, en maar goed en rustig nadenken. Wat gaan we doen? Wat moeten we doen? Vooruit kunnen kijken. Wat gaan we doen als de zaken verslechteren? Al die zaken. Maar waar zit de onrust volgens u waar de premier het over heeft? Want hij zei, het zijn niet alleen politici. U heeft daarnet ook Georges-Louis Boucher gezien in ter zake. En Mark van Ranst. Waar zit de onrust voor u? Wel, ik denk de onrust komt van ongerustheid. Kijk, het is een hele moeilijke periode voor iedereen. Januari, februari, dat is denk ik ook zonder COVID altijd... Dat is de rottigste tijd van het jaar. Het is donker, de feesten zijn voorbij, iedereen is het beu. We zitten al een jaar in die crisis. Iedereen is het ongelooflijk beu, niet in het minst onze jongeren. Iedereen wil daaruit. Maar wij kunnen dat zo beu zijn als iets. Dat virus gaat daarom nog niet weg. Ondertussen, de verlossing komt van die vaccins. Dat loopt niet echt vlot. Iedereen zit een beetje vervelend op iedereen. Dat is zo'n samenkomst van situaties. Dat is niet voor niks. Dat denk ik, was het niet deze week normaal dat Blue Monday valt? Als ik hoef. Ja, zeker. Hè? Ja. Ik denk dat iedereen tegenwoordig wel een Blue Monday heeft. Ik bedoel, het is een samenloop van zaken. En dit is een hele moeilijke periode waar je door moet als maatschappij. Iedereen is het beu. En toch moet je elkaar elke keer opnieuw terug overtuigen om aan die maatregelen te houden. Om inderdaad, en dat doe je niet als je kwaad bent, als je opstandig bent, als er rellen komen enzovoort. Maar wat benoemt de premier volgens u als hij het heeft over onrust? Dat weet ik niet. Daar kunnen heel veel dingen zijn. Wat kan het ook zijn? Want ik heb ook niet gezien wat er vooraf ging bijvoorbeeld aan het debat. Hè? Nee, het heeft een hele tijd gesproken. Want er worden natuurlijk... Er wordt
vaak gezegd, hè, we moeten niet panikeren. Dat wordt gezegd. Mm-hmm. Natuurlijk is er in het verleden wel een paar keer gebleken. Hè, want we moeten ons geen zorgen maken om dan een paar weken nadien de curves te zien ontploffen. Ja, en dan zitten we daar met onze golven. Misschien maakt dat de mensen ook een beetje onrustig. Ja, absoluut. En ik begrijp heel goed, want dat is het. We zitten qua curve zitten we eigenlijk op een soort van hoogvlakte. Hè? We zitten 2000 gevallen om en bij per dag. Dat is veel. En dat lijkt zo wat te kabbelen. Maar dat mag ons niet de indruk geven dat er niks aan de hand is. Elke dag komen er 2000 patiënten bij. En die zitten een beetje overal verspreid in de maatschappij. Ja, en we mogen absoluut niet de fout maken om dat te minimaliseren en te zeggen, oh, er is niks aan de hand. Nee, er is nog altijd heel veel virus en dat is een, ja, dat is zoals een, hoe zal ik het zeggen, een grote schuur waar heel veel dynamiet in ligt. Mm. Ja, als je daar een stikje steekt, dat kan heel snel ontploffen, dus je moet daar heel voorzichtig mee zijn. Ja, kun je eens aftoetsen bij de andere gasten aan tafel. Hoe beleven jullie het op dit ogenblik? Zijn jullie onrustig door wat er gebeurt of de informatie die jullie krijgen? Of hoe? Ja, ik denk dat de communicatie op zich een beetje verwarrend is de laatste tijd. Zeker als jongere merk ik zelf ook wel van, ik weet niet zo goed meer wat dat precies wel mag, wat niet. En ik denk in die zin dat dat soms wel heel verwarrend is voor ons allemaal om te zien van als een politicus bijvoorbeeld iets zegt en een viroloog dan iets anders zegt bijvoorbeeld, dat dat wel heel vermoeiend is om altijd te zien van oké, er wordt bijvoorbeeld gezegd dat er volgende week een versoepeling aankomt of zo en dan wordt dat in de avond bijvoorbeeld in een talkshow of zo wordt dat dan afgebroken, zeg maar, of op de rem gezet. Dat ik wel denk van, dat maakt het ook wel allemaal zwaarder en moeilijker. Dus Vooral voor de mensen hè, die dat echt niet aan hun trekken komen, die dat wel willen en niet vooruit kunnen, denk ik wel dat dat echt enorm heel zwaar is om te dragen. Want dan vraag ik me af, op een bepaald moment wordt gezegd, kijk, we zitten nu nog op een niveau dat veel te hoog is en er worden twee richtcijfers gegeven, denk ik. Ik denk 800 besmettingen per dag, daar willen we toch naartoe. Ja. 75 ziekenhuisopnames. Mm-hmm. We zitten nu eigenlijk al weken op een plateau dat meer dan het dubbele is. Hè? Meer dan 2000 besmettingen, 130 ziekenhuisopnames. Maar dan krijg je wel plotseling, dan wordt daar iets gelanceerd van de kappers. Dat draagt dan ook niet bij tot de rust, denk ik. Hè? Daar delen wij uw mening, maar jullie weten, daar hadden wij een andere visie, een ander advies gegeven. Maar bon, dat is een politieke keuze die gemaakt geweest is, ja, die hoeven wij ook niet te begrijpen. Hè. Die moeten wij respecteren, omdat dat de politieke keuze is die gemaakt is. Ja. Maar Emmanuel André die zegt vandaag in de morgen, het is absoluut zo dat wij tegenwoordig met een rem op praten. Zei dat vandaag in de morgen. Collega van u trouwens, hè, Emmanuel André. Ja, natuurlijk. Ja, nee, voor de kijkers. Met de rem op, ik bedoel, je weet, ik heb altijd mijn gedacht gezegd en ik blijf dat altijd doen. Maar ik denk dat je ook, ik wik ook mijn woorden in die zin, ik denk dat er niemand in de populatie ook behoefte aan heeft om de hele tijd tegenstrijdige zaken, en ik bedoel, voor ons zijn dat dan soms nuances die belangrijk zijn, of die een bepaald meningsverschil, maar die voor de populatie bijzonder verwarrend zijn. Dus ik denk, we willen zoveel als mogelijk coherent mee communiceren. Maar natuurlijk, af en toe zijn er situaties waarvan wij denken, ja, dat begrijpen we niet. Maar, zitten de virologen altijd op één lijn? Want als het bijvoorbeeld ging over die sluiting in de scholen in Edegem, dan hoor ik Herman Goossens het ene zeggen, maar Mark Paransik op één lijn, maar globaal wel. Hoe zal ik het zeggen? De grote lijn, ja, zeker en vast. Maar hoe dat je dat invult en over een aantal dingen kunnen daar verschillen in zijn. Wij vinden dat zelf op zich niet zo erg, maar natuurlijk, ik heb dat nogal eens gezegd, normaal op een medisch congres, dat is één discussie. Hè. Dat is een festival van discussies. En in Nederland nog veel meer, dat is een festijn eigenlijk van discussies. Maar dat komt niet tot bij het grote publiek. Nee, precies. Natuurlijk. Voor ons is dat niet abnormaal. Maar natuurlijk, dat moet je niet voor de camera's op die manier doen, want dat is uiterst verwarrend, zeker in een crisisperiode. Hè. Ik bedoel, als wij over een hypothetisch probleem spreken, dat is iets helemaal anders dan over wat mensen de volgende dag gaan mogen of gaan niet mogen, bij wijze van spreken. En kan u eens de vinger leggen waardoor het komt dat politici, als je afspreekt hè, van 800 besmettingen, 75 ziekenhuisopnames, dat is ons streefdoel, dat er dan toch op een bepaald moment iemand de behoefte voelt om te zeggen, kijk, we gaan de kappers een beetje perspectief geven, waar dan uiteindelijk, laat ons eerlijk zijn, niks gaat van komen, want tegen 13 februari zal het niet goed genoeg zijn om dat terug toe te laten. Hoe komt dat?
Ja, dat moet je in eerste instantie aan de politici vragen die daar heel erg voor ijveren. Maar goed, ik kan me perfect voorstellen, elke minister, met name bijvoorbeeld, die ijvert natuurlijk voor zijn eigen vakgebied. Dat is ook zijn of haar taak. En de minister van Onderwijs die gaat proberen om die scholen open te houden. De minister van Jeugd gaat ervoor zorgen dat jeugdwerk... Dat is ergens ook wel begrijpelijk, hè? Dat iedereen wel probeert... Goed, maar die cijfers die worden ook vanuit de politiek op een bepaald moment gegeven. Ja. Ik moest ook terugdenken, professor Vliegen, aan de coronabarometer... Dat zou iets worden, een instrument waardoor we het aantal besmettingen zouden in de gaten kunnen houden en het perspectief dat daarbij hoort. Kijk, als jullie zo goed werken, op lokaal niveau zelfs, dan kunnen we die en die maatregelen versoepelen. Daar wordt dan niet op gefocust. Er wordt iets gelanceerd van de kappers, maar zo een deftig perspectief waar je iets mee bent voor de hele populatie. Ik zou dat ook heel graag zien en we hebben dat ook heel vaak gevraagd. Is dat definitief begraven trouwens? Dat weet ik niet. Eigenlijk, die vraag die je me nu stelt, die zou je eigenlijk aan de ministers moeten stellen. Hè. Ik zal dat doen als ze nog eens willen komen. Ja, dat moet je doen, want dat zijn keuzes die gemaakt zijn. Maar ik denk, hè, over perspectief gesproken, ik denk dat dat ook belangrijk is dat we dat... sommige dingen binnen dat perspectief kunnen we helemaal nog niet benoemen, gewoon omdat we niet weten hoe dat die epidemie gaat verlopen. Maar sommige dingen kunnen... Wel, de hele grote lijnen kun je wel al proberen te benoemen. Hè? En dat is wel belangrijk. Nu lijkt het alsof dat er nooit een einde aan zou komen. En dat is ook niet waar. Er komt ooit wel een einde aan deze ellendige, vicieuze cirkel. Ik wil toch een concreet elementje erbij nemen. Hè. Gisteren die aanleiding was dat dossier waar dan informatie stond over de extra besmettingsgraad van de Britse variant. Die zou dominant worden tegen het einde van februari. En dan zou je de besmettingsgraad natuurlijk... enorm zien stijgen. Het is vanmiddag en vanavond ook nog goed uitgelegd in het journaal. Op dit moment besmetten 10 mensen ongeveer 10 andere mensen. Maar op het moment dat de Britse variant echt dominant wordt, zullen 10 mensen 16 mensen besmetten, die op hun beurt weer 25 andere mensen zullen besmetten. Met andere woorden, de besmettingsgolf zou veel harder gaan. Het reproductiegetal waar dan gesproken wordt, zou naar, we zitten nu rond 1, dat zou naar 1,65 gaan. Dat is de predictie. Zo staat het in dat dossier. Als er niks verandert, en als er niks verandert, dat betekent als er niks aan ons gedrag verandert of als de maatregelen niet veranderen. Als je die vaststelling maakt in een dossier, dan moet je daar als beleidsmaker toch iets mee doen. Wat dan ook. Uiteraard, maar daar kan je verschillende dingen mee doen. Maar ik wil eerst even zeggen dat cijfer van 1,65, dat is ook voorlopig nog wel met een korrel zout te nemen. Hè. De mensen die modellering zelf gedaan hebben, die zeggen zelf, dat zijn allemaal predicties. Maar goed, hoe dan ook, de bottomline is, wat we verwachten, is dat die Britse variant, dat die extra besmettelijk is. Dus met andere woorden, dat de maatregelen die we nu hebben, dat we die extra goed moeten volgen en eigenlijk nog veel beter moeten doen om niet de lucht in te schieten. Dat is absoluut zo. En dan kun je daar verschillende keuzes over maken. Dan kun je zeggen, we gaan verdiepen en verbeteren nog wat dat er nog te verbeteren valt. En er is eigenlijk nog wel heel wat te verbeteren, want na een jaar van maatregelen treedt er heel veel maatregelmoeheid op in een aantal pockets in de maatschappij of groepen in de maatschappij of leeftijdsgroepen of bepaalde werkplaatsen of weet ik veel wat. Dus als je een beetje probeert te kijken, waar zit het probleem? Waar zitten die 2000 mensen per dag? Dat zijn heel veel verschillende plaatsen in de maatschappij. En dan kun je zeggen, oké, ofwel werkt het in de diepte en zorg ervoor dat die maatregelen eigenlijk die er zijn, maar die misschien op papier staan, maar die niet gerespecteerd worden op die en die plaats, dat die wel gerespecteerd worden. Maar dat is gedragsverandering. Ja. Hè? En op sommige dingen werkt dat. Ofwel moet op een bepaald moment inderdaad voor een aantal situaties een straffere maatregel zoeken, bijvoorbeeld. Ja, en wat zou op dit ogenblik, mag ik dat vragen, wat op dit ogenblik uw advies zou zijn? Ik wil daar nu nog niet over in detail gaan, want daar zijn een aantal mogelijkheden in. Ik denk opnieuw, je weet, ik ben nooit geen grote voorstander van een single shot golden bullet solution van doe gewoon dat. Hè? Ik bedoel, de kranten staan ook soms wel vol met columns van waarom doen ze nu niet gewoon deze of deze? Het is niet zo simpel. Wij noemen dat binnen de GEMS de Swiss cheese. Hè. Je moet heel veel lapjes gaatjes kaas bovenop elkaar leggen om er niks meer door kan. Ik wil, gisteren na de uitzending zei een van de gasten in de foyer, ik denk dat politici de motivatie van mensen op dit ogenblik onderschatten om echt eens door te bijten. In die zin, bijvoorbeeld, je hoort de mensen van de horeca ook zeggen, jongens, maak er nu eens korte metten mee, want anders zijn wij nog maanden aan het prutsen.
Denkt u, is dat een correcte analyse, denkt u? Dat weet ik niet met zekerheid. Hè. En bijvoorbeeld iemand zoals Maarten van Steenkisten en zijn team, die onderzoeken dat ook wel echt. Ja. Hè. En die kijken ook wel degelijk naar in hoeverre, wat is de draagkracht van mensen, hoeveel zorgen maken ze zich, maar in hoeverre hebben ze wat hij noemt motivatie, spontane motivatie of motivatie, hè, mustivation, dus omdat het moet enzovoort. En ja, we zien dat dat toch allemaal niet zo florissant is. Dus ja, je moet ook altijd zien wie dat het zegt en met welke achtergrond en met welke agenda. En iedereen heeft zijn eigen agenda. Iedereen wil die eruit geraken. Maar het is een beetje zoals het prisoners dilemma. Hè. Als je allemaal tegelijkertijd samenwerkt aan een ontsnappingsplan, dan gaat het misschien lukken. Hè. Zullen we dat proberen te doen? Ik wil nog één ding kort vragen. AstraZeneca, die beslissing van de Duitsers om het niet te geven aan mensen boven de 65. Als ik me niet vergis, is dat ook de bevolkingsgroep waar wij het zouden aangeven, toch? Dat vaccin, hoe problematisch is dat voor ons land? Ja, dat is lastig en dat ligt nog ter discussie. Hè. En ik denk dat, opnieuw, dat is iets dat binnen de schoot van de taskforce vaccinatie ook heel zorgvuldig bekeken wordt. Ja, dus want morgen moet die goedkeuring komen van de Europese Unie. Dat zou dan met een bedenking kunnen zijn. Het is goedgekeurd, maar niet voor mensen vanaf 65. Ja, we zullen zien wat daarvan komt. Nu, er zijn wel meer problemen met dat vaccin. Het moet er ook nog zijn. Je moet het ook nog kunnen hebben om het te kunnen distribueren. En dan pas kiezen naar wie dat we het kunnen geven. Ja. Oké, goed. We zullen zien wat dat wordt. Het is tijd voor onze prins aan tafel. Amir, prins in het Arabisch, heb ik begrepen. Mag ik u voorstellen, dames en heren, aan de nieuwe voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad? Mijn naam is Amir Bashouri, 17 jaar en kandidaat jongerenadviseur voor de Vlaamse Jeugdraad. Volop student, vrijwilliger en overtuigd om de wereld te veranderen. Om jouw belangen te behartigen. Onze stem weer klinkt te zwak. Scholen open, jeugdhuizen toe. Sporten mag niet, hobby's weg. Druk enorm, perspectief nul. Laten wij dat veranderen. Samen, zij aan zij. Voor, door en met jongeren het beleid veranderen. Het verleden zeggen we samen vaarwel. En onze toekomst heten we welkom. Vandaag, nu. En daarom vraag ik je vertrouwen. Zodat we die toekomst samen kunnen bouwen. Samen, met onze generatie, gaan we voor een gouden toekomst. Amir Bashrouri, de komende 3 jaar nieuwe voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Amir, het heeft nogal gewerkt, dat film. Dat was je campagnefilm voor de verkiezingen. Ja, klopt. Dat was voor de adviseursverkiezing. We zijn met 16 nieuwe adviseurs verkozen geraakt en ik ben één van de 16 geweest. Ja, dus toen was je nog maar 17. Ja, klopt. Intussen ben je ondertussen al 18. Dus, maar nog altijd de jongste lid, begrijp ik. Ja, klopt. Ik. Ja. Was het een verrassing dan? Ik had mij gewoon kandidaat gesteld voor die interne verkiezing. En dat is eruit gekomen, dus tevreden zeker en vast. En hoe komt dat? Waarom kiest iedereen voor jou? Ja, waarom ze per se voor mij kiezen, dat kan ik denk ik niet zeggen. Maar ik denk wel dat mensen het graag hebben, dat ze zien dat jongeren zich vandaag de dag nog steeds willen inzetten voor de maatschappij waarin dat we leven. Een maatschappij die dat steeds meer verhardt. En dat ik wel denk dat mensen dat appreciëren, een jonge stem, frisse stem in het debat, dat wel denk ik ook een meerwaarde is, zowel voor alle jongeren als voor heel de maatschappij. Dus, Iemand die zegt dat hij overtuigd is om de wereld te veranderen, dat... Dat klinkt optimistisch, denk ik. Hè? Ja, nee, ik denk... het is heel moeilijk om de wereld te veranderen, maar ik denk wel dat de wereld misschien wel voor een persoon veranderd kan worden. En ik denk in die zin, als we dat kunnen doen, dat we goed bezig zijn. Dus de idyllische hoop om te denken dat morgen alles gaat veranderen in de samenleving, zo naïef ben ik niet. Dus mijn jeugdige naïviteit kent haar grenzen wel. Maar ik denk wel dat er zeker vandaag de dag wel nood is aan een beetje hoop, want hoop doet leven. Ja. Je studeert rechten. Eerste bachelor in Antwerpen. Ja, zeer geëngageerd. Hè? Bij jeugdhuizen ben je betrokken. Mm-hmm. Debatten ook al georganiseerd voor jongeren en corona. Ja, klopt. Waar de professor bij was, heb ik begrepen. Ik vond het fantastisch. Zo hebben we elkaar de eerste keer. Ja, ik heb gehoord dat u een beetje een fan bent van de nieuwe voorzitter. Ja. Dat is evident. Allee, ik bedoel, wij waren met een aantal experts en ik denk 3 ministers en de gouverneur. Allee, ik bedoel, je moet het maar doen in je jeugdhuis. Het was perfect georganiseerd. Alles superveilig. Het was inhoudelijk een heel interessant debat. Wij spreken daar nog over. Is dat zo? We waren heel erg onder de indruk. Dus voilà, al onze steun en appreciatie. We dachten, oké, als zo iemand de jeugdhuis... Waar liggen zijn kwaliteiten volgens u dan? Wel, om te beginnen, het engagement, het kunnen uitleggen, het kunnen verwoorden, iedereen daarin meenemen, het ook nog georganiseerd krijgen.
Ja, maar en durven zeggen, ik wil de wereld veranderen. Fantastisch. Ja, ja absoluut. Is dat iets, want je zei overtuigd om de wereld te veranderen, het verleden, dat zeggen wij samen, vaarwel. Is dat iets waar je mee geboren wordt, dat engagement, dat idealisme? Ja, geboren worden klinkt misschien zo heel, heel groot of zo, maar ik denk gewoon, doorheen de tijd heb ik zelf altijd geluk gehad dat ik op een school zat in een jeugdhuis waar de inspraak van jongeren altijd heel hard werd geapprecieerd. En ik denk dat gaandeweg daarin dat ik wel heb gemerkt dat mijn stem ook telt. En dan denk ik van, soms is het misschien, krijgen we die stem niet aan tafel en dan kom ik met mijn stem zelf aan tafel om die stem echt wel op te eisen. Dus ik denk dat dat van daaruit een beetje is gekomen. Als je ziet dat je stem een kracht heeft, dan denk ik dat je daar altijd gebruik van moet maken, want we hebben die stem niet voor niks gekregen. En als ik mijn stem moet verheffen, dan zal ik dat ongetwijfeld doen. Ze zijn gewaarschuwd bij de Vlaamse regering. Hè, want dat is wat jullie doen. Advies geven aan de Vlaamse regering. Minister Dalle heeft je al veel succes gewenst. En veel succes, Amir. En Franca Foré, dat is de ondervoorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Ik kijk uit naar onze samenwerking. In welke mate wordt er iets gedaan met dat advies? Heb je daar eigenlijk al zicht op? Wij hebben onlangs nog een advies uitgebracht. Dat werd gevraagd van het kabinet van minister Beken. Dus wij geven zowel advies gevraagd als vrijblijvend. Dus heel vaak brengen wij zelf spontaan advies uit. Dat was onlangs ook met de mondmaskers enzovoort, dat daar rond ook een advies werd uitgebracht. Maar je merkt ook wel, en zeker de minister, dat daar zeker rekening mee wordt gehouden en dat ze altijd proberen met ons in dialoog te gaan. Maar wat mij betreft mag de lat altijd hoger. Dus als we onze stem echt wel kwijt kunnen, dan denk ik dat we daar altijd gebruik van zullen maken. En bijvoorbeeld, wat hebben jullie dan gezegd als het over de mondmaskers gaat? Dat was vooral in die tijd dat we nu vooral wilden focussen, omdat er een tijdje ook werd gezegd van de 10 tot 12-jarigen dat ze ook een mondmasker zouden dragen. Dat er gezegd is geweest van ja, die 10 tot 12 jaar, dat ligt misschien wel gevoelig, want dat zijn kinderen die willen heel kind zijn en dat het misschien in die zin wel een moeilijke is om die dan ook al te verplichten met een mondmasker rond te lopen. Want ik kan voor mezelf spreken en andere jongeren met zo'n mondmasker lopen, je hele leven dat inperkt, dat standaard uitrusting geworden, dat dat wel niet vanzelfsprekend is om te verwachten van ook heel kleine kinderen, om daar dan alles mee te doen. Zeker omdat ze heel veel bewegen enzovoort. En dat zorgt wel soms voor kortademigheid enzovoort. Dus in die zin denk ik... Heeft je voorgangster, Alexandra Smarandescu, hè, want die is ook fan en die zegt van het komt helemaal goed met die gast. Heeft hij je tips en tricks gegeven om dingen gedaan te krijgen bij het kabinet van minister Dalle? Want hij is degene waar jullie... Ja, vooral. Dat is waar. Ja, ik en Alexandra zouden sowieso nog eens afspreken. Dus dat we sowieso alles nog eens heel goed zouden bekijken, overleggen, dat zij haar tips enzovoort mee zou kunnen geven. Maar we hebben ondertussen wel al een aantal keer gesproken. En dat klikt goed. En ik denk zeker dat ik ook blij ben dat ze het vertrouwen heeft in onze nieuwe ploeg. En dat wij zeker ook heel blij zijn voor het werk dat zij met heel haar ploeg heeft verricht. Want zij hebben uiteindelijk wel steentjes verlegd. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een mooi huis dat ondertussen is gebouwd geweest, waar dat wij nu van op dak aan onze beleidsmakers duidelijk kunnen roepen met onze megafoon van luister naar ons, hoor niet enkel, maar luister vooral ook. Dus, Zo kon jij het niet uitleggen op je 18e, hè, Paul? Ja, ik was net aan het denken, hè. Dat kun je niet geloven, hoe dat hij dat doorfietst, zal ik maar zeggen. Ja. Maar als je er zo eentje in huis hebt als ouder, dan moet je goed opletten wat je daartegen zegt. Ja. Maar goed, ik denk dat ze kunnen gebruiken, want zij natuurlijk, en dan wil ik even terug naar corona. We hebben enkele getuigenissen gezien de voorbije weken en maanden in de journaals, in andere programma's, want dat zijn natuurlijk zeer moeilijke tijden voor de jongeren. Het sociaal leven van 20-jarigen, dat is van dag 1 op dag 2 volledig toe. Hè? School, sociale contacten, alles toe. Dan begin ik te denken en dan beginnen die ideeën in mijn hoofd meer en meer te worden, groter en donkerder en zo. En dan op den duur worden die zo duister dat, ja. Wat mis je het meest? Ja, mijn vrienden. En ik zie ze wel nog, hè, daar niet van, maar gewoon hoe het vroeger was met mijn vrienden. Dat mis ik het meest, ja. Amir, vind je dat er te weinig is omgekeken naar de jongeren? Te weinig. Ik denk dat er vandaag, zeker zoals wat daarnet gezegd is geweest, dat heel veel noodkreten geslaagd zijn geweest de laatste tijd. En ik denk in die zin dat de beleidsmakers dat wel horen, maar niet altijd even goed luisteren, denk ik. En ik denk dat er heel vaak, bijvoorbeeld nu is er ook vanuit minister Dalle dan ook een tegemoetkoming geweest aan de
tieners tussen 12 en 18 jaar, ja, dat er gezegd is geweest van jullie krijgen nu ook de kans om één hobby uit te oefenen. Maar dan hoor je vandaag van ja, we gaan dat even, dat is toch niet voor dit weekend, maar toch voor volgend weekend. En dat je wel al ziet, alles was al voorbereid, jongeren stonden al klaar om daaraan te beginnen. En dat je ziet van ja, last minute wordt dan gezegd van ja, het is toch voor volgende week, dat je wel ziet van jongeren hebben daar nu echt wel perspectief, die hebben dat echt wel nodig. En als je dat zo lang op je laat wachten... Ja, ik hoor heel graag politici zeggen dat het land in zicht is, maar ik denk dat voor heel veel jongeren de afgrond in zicht is. En dan denk ik dat het heel belangrijk is dat we goed beseffen dat iedereen meespringt op die kar en dat we geen, niet vanzelfsprekend vinden dat jongeren sowieso meegaan, omdat ze misschien flexibeler... Maar je benoemt nu iets van de afgelopen week, inderdaad, hè, met die maatregelen die voor 12 tot 18 versoepeld zou worden. Voor de jongeren dan een klein beetje strenger, maar we zijn intussen wel bijna een jaar... Zitten we met deze issue? Heb je het idee dat daar toch echt te weinig aandacht aan besteed is in het algemeen? Ik denk dat de erkenning er zeker is. Zeker als minister De Croo onlangs ook op het overlegcomité aan het einde jongeren hard onder het riem hoort steken, dat je denkt wel van oké, ze hebben ons wel gehoord. Komt dat binnen? Ah, wel, het is, ik denk dat het woorden zijn, maar het is ook wel belangrijk dat er daden aan worden gekoppeld. En dat is met alle respect voor de minister, maar ik denk wel dat heel veel jongeren kijken, denk ik, zelfs niet eens naar dat overlegcomité. Ik had de woorden zelf ook pas achteraf gezien, omdat mensen het naar mij hadden doorgestuurd en hadden gezegd van ah ja, kijk wat hem had gezegd. En dat ik wel denk van het is heel leuk om dat te zeggen enzovoort, maar het is wel belangrijk dat daar ook wel zaken aan worden gekoppeld. Perspectief, hoop, of dat het moment vanaf dat er ademruimte geboden kan worden aan jongeren, dat we vooral jongeren als eerste de kans geven om die ademruimte toch ten volle te benutten. Komt dat op bepaalde momenten aan bod? Is natuurlijk, jullie hebben een heel andere taak om te adviseren, maar op welke manier zitten die jongeren daartussen? Binnen onze besprekingen, binnen de GEMS, dus je weet, wij doen de managementstrategie, dus als het goed kan, dan bouwen we verder aan de architectuur van de mogelijke versoepelingen, wanneer dat mogelijk zal zijn. Maar natuurlijk moeten wij ook nadenken over wat als het slechter gaat. Maar een van de onderwerpen die daar de laatste weken regelmatig bovenop de agenda lag, was onze jongeren, omdat we ons daar ten volle van bewust zijn dat dat een hele moeilijke situatie is. Tegelijkertijd, ja, zeker de 18 tot 25 jaar, de jongvolwassenen eigenlijk, de studenten, ja, dat is moeilijk, want tegelijkertijd weten we dat is ook de groep die heel veel contacten heeft, normaal gezien. Dat is wat je doet als je die leeftijd hebt. Heel veel vrienden zien en feestjes. Maar heeft u het idee, als het over het beleid gaat, dat dat wel vaak op de, misschien niet de laatste plaats, maar wel achteraan in de rij komt de hele tijd? Nee, dat zeker zo geweest is in het begin. En ik denk dat dat... Er zijn inderdaad, zeker bij de eerste lockdown hebben we, als we daar achteraf op terugkijken, veel te lang. Gewoon zijn we veel te lang blind geweest voor... We waren zo, hoe zal ik het zeggen, bezorgd over die curve en over die hele epidemie, dat we daar inderdaad veel te lang niet mee bezig geweest zijn. Dat is het. Maar het is beter nu? Er is wel aandacht voor, maar er is heel weinig epidemiologische speelruimte. Dat is wel een realiteit. Mm-hmm. Dat is zoals een budget. Je kunt je geld maar één keer uitgeven. En moet dat heel voorzichtig doen, want dat virus, als je de deur te veel openzet en te veel contacten toelaat, ja, voordat je het weet, zij de dan wel naar je 1,65 aan het evolueren. Maar het zou ook over andere dingen kunnen gaan dan alleen maar versoepelen. Hè? Want ik begrijp, jij hebt al een voorstel klaar van als het gaat over te vaccineren. Er wordt nu heel vaak gesproken over de volgorde. Daar zeg jij van, denk dan ook eens aan ons. Ja, ik denk dat is wel moeilijk om te zeggen. Van, ik denk de keuze is ethisch verantwoord om te zeggen dat wij misschien op vlak van vaccinatie achteraan komen te staan. Maar ik denk wel dat als er op een bepaald moment gevaccineerd gaat beginnen worden, dat we ook niet moeten vergeten van, ah ja, er zijn nog jongeren die dat we eigenlijk ergens wel nog wat opgesloten hebben zitten. Ja. Dat we dat niet vergeten en zeggen van, oké, op een bepaald moment, we beginnen met te vaccineren, dat begint zijn vruchten af te werpen. Maar dat is toch wel belangrijk om die groep niet te vergeten en zeker ervoor te zorgen dat wij ook mee kunnen genieten van die operatievrijheid die dat toch in gang wordt geschoten. Ja, maar misschien een beetje eerder dan bijvoorbeeld... Ik zeg nu maar wat, hè. Stel dat iedereen boven de 65 gevaccineerd is, alle mensen met onderliggende aandoeningen, dat je dan misschien een sprongetje maakt en zegt van, geef die jongeren maar een vaccin tussen 18 en 25, dat die wat
Is dat ook wat je wil zeggen? Dat hoor je me niet snel zeggen, denk ik. Ik denk zeker op vlak van vaccinstrategie denk ik dat dat allemaal heel doordacht is en dat dat misschien niet... ik heb daar eerlijk gezegd ook geen expertise in of dat al dan niet wel medisch verantwoord zou zijn of niet. Jules Spol, er zit een dokter aan tafel. Dus misschien dat de professor daarin... Er zijn in die richting al van alle ballonnen opgelaten. Hè. En hoe dat de volgorde precies gaat zijn in die fase 2, denk dat daar nog heel wat over denkwerk over is. En dat zal ook inderdaad opnieuw afhangen van wat er beschikbaar is van de logistiek. En zo. Maar zou dat een realistische denkpiste kunnen zijn? Want we kunnen hier natuurlijk dat niet... Allerlei denkpistes, daar kunnen over nadenken. Maar als ik het goed begreep en goed gelezen heb in de krant, was jullie vraag veel eer niet per se gefocust alleen op die vaccinaties, maar meer vergeet ons niet. Mm-hmm. Vergeet ons ook niet in de versoepelingen. Hè? En ik denk dat dat een heel andere vraag is. En je kan bijvoorbeeld wel voorzichtig een aantal dingen als de moment daar is om te versoepelen, dan heb ik het niet over nu, hè, maar als we in veel betere papieren zitten, epidemiologisch, en je bent eindelijk klaar om echt te beginnen versoepelen, dan zou je wel kunnen zeggen, ja, we gaan een van onze prioriteiten gaat daar bijvoorbeeld jeugd zijn. Ja. Dat kan je wel doen. En dat is iets helemaal anders dan zeggen ze staan van voor bij vaccinatie, wat wel of niet kan om deze of geen reden. Hè. En als ze niet luisteren, gaat hij zijn stem verheffen. Dat heeft hij daarnet gezegd. Amir, de wereld veranderen, dat gaat in 3 jaar, lukt dat niet. Wellicht, dat dan ben je ook nog maar 21. Wat daarna? Want je klinkt wel een beetje als een potentiële premier, denk ik. Amai, dat is een heel groot compliment om te horen. Maar ik denk niet dat dat iets meteen het eerste is wat je kan beheren. Ik denk vooral waar we nu op moeten focussen, is een gouden toekomst voor de jongeren, zoals ik reeds heb gezegd. En dat we vooral moeten beseffen dat we onze handen mogen kussen in Vlaanderen en Brussel met de jongeren die dat we vandaag de dag hebben. En ik denk dat dat vandaag de dag in de verruwing en verharding een beetje naar de achtergrond verdwijnt. Maar ze moeten ons niet vergeten. En we zullen zelf met onze stoel aan tafel komen, desnoods als het moet, hier. Maar we zullen het sowieso doen. Dus op ons kunnen altijd rekenen. Ja, neem de telefoon als nodig is. Ja, dan zien we of dat er een plekje vrij is. Veel succes wat je gaat doen de komende 3 jaar. Amir Bashrouri. Wij gaan kijken naar wat er... Dan gaan we naar de cross, Paul en Reijgers. Maar eerst kijken naar wat er in de rest van de wereld gebeurd is. Dit is niet op de afspraak. A new generation of investors using their phones and communicating on Reddit are creating chaos on Wall Street and also exposing potential flaws in our financial system. All of you guys out there who are making hedge fund managers cry are my heroes, all right? Look at this. Build-A-Bear 45%. Blockbuster video. Met 2020 hebben we een moeilijk jaar achter de rug. Met veel geduld is een lange weg afgelegd. Het worden nog moeilijke weken en maanden. De wereld rekent op ons. Nu we al zo ver zijn geraakt, mogen we niet lossen. Het is een worldwide project en vandaag in Cape Town is het de 9e stap van dit project. Misschien brengt het jaar weer wat. Donker, angst en pijn. Dit is geen toeval, maar het gevolg van een visie en strategie op de lange termijn. The show goes on! About 11 million, right? Let me tell you something. My life would be exactly the same if I had 5 million. Yeah. So if I have to lose 6 million to destroy Wall Street, I'm ready to fucking go. Fuck them. Fuck them all. The authorities, should they step in? I think it's actually funny to see how Wall Street doesn't like it when somebody Wall Streets them. All of this nonsense, all of this noise, all of this whining by Wall Street, it's making me sick. Ja, Wall Street, ze krijgen ervan langs daar. Ik weet niet wat u van plan bent zondagnamiddag, dames en heren. Ik ga in mijn zetel hangen en naar deze twee kijken. Daar rijden ze met z'n tweeën. Van der Poel probeert Van Aert uit te lopen. Nog 400 meter. Ik zal beginnen. Dan heeft hem heel goed opgevangen. En dan Van Aert erop en erover. En wie houdt er het langst vol? Wie komt? Is het Van der Poel of is het Van Aert? Het is. Ik weet het niet. Daar is het Van der Poel. Het is Van der Poel die wint. Van der Poel wint de Ronde van Vlaanderen 2020. Ongelooflijke beelden die nog heel lang gaan meegaan. Zondag is het in het veld te doen in Oostende, 2 kapelherijgers. Ja. Hoe groot is de kans dat het dit wordt?
Dat zit erin. Ik ga niet zeggen dat het zit eraan te komen, dus, maar het bestaat. Hè. Als ze hier al 250 kilometer nodig hebben om het op een paar centimeters na te laten uitdraaien, dan kan dat op dat uur in Oostende ook wel eens een keertje. Ja, ook al omdat ik hoor sommigen zeggen, ik zie niet goed in waar ze elkaar gaan losrijden. Dus op het is lastig. Hè. Dus het zand richting het water, richting de zee, is enorm zwaar. Je bent al gaan verkennen. Hè. We hebben die beelden nog eens erbij gehaald. Want jij doet niet meer aan klikpedalen tegenwoordig, heb ik... Het was nu ook niet echt voorzien. Dus ik heb iemand moeten depaneren die dat uiteindelijk liet afweten. En dan dit had ik toevallig bij me. Ja. Leg eens uit voor aan een niet-kenner, hè, waar het verschil kan gemaakt worden. Ja, dus het parcours. Het parcours is in twee delen eigenlijk. Hè. Dus dit groene gedeelte is eigenlijk het gedeelte van de paardenrenbaan. Dus, maar het strand, dat is een heel ander verhaal. En daar is het helemaal te doen. Ik bedoel, dat zand, dat is een derde van de omloop. En dat is zo lastig dat het daar gaat beslecht worden. En wie is daar de sterkste? Dat zijn weer diezelfde twee. Ja, dus, maar tussen de twee bedoel ik. Hè? Want over de rest, daar wordt niet meer over gepraat. Dat gaan we niet doen. Ja, dus op, dat is misschien een beetje oneerbiedig. Maar ja, nu moeten we volwassen taal spreken. En het gaat tussen die twee. Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Om nu te zeggen, van dat is zijn ding en hij gaat er sterker uitkomen dan de anderen. Maar wie is de beste, straffe cadeau? Wie is de beste zandman? Als het technisch zand is, want zelfs in sneeuw is er kwaliteitsverschil, in zand ook. Dus als je nu naar Kokzijde zou gaan, dat is niet op het strand, daar wordt gecrossed in de duinen, dat is een heel ander verhaal. Dan zou ik zeggen, Van der Poel heeft daar een klein beetje iets meer technisch. Maar dat is ook allemaal al achterhaald. Van Aert is komen crossen dit jaar, is komen aansluiten met de benen van zijn wegcampagne. Ja. Dus hij is beter aan het crossen. Ja. Dus dat wil zeggen, dat is wat weggewerkt. Er is een evenwicht gevonden. En op die manier komen die iedere keer, je mocht dat draaien en keren, bergop of bergaf, wind op of wind af, dat speelt allemaal geen rol meer. Die komen elkaar tegen. Dat is erg, hè. Ik bedoel... Het is niet. Ze zijn er blijkbaar tegen opgewassen, maar anders, als je daar niet klaar voor bent... Daar worden horendol. Maar er is nergens een stuk op parcours waarvan je zegt van daar is de ene echt een stuk beter dan de andere in die mate dat het daar het verschil... Ik blijf daarbij dat dit echt enorm zwaar is, dat zand. Hè. Dus ik heb vandaag Van der Poel er zo door zien rijden. Als en die mannen al komen dan van die brug, dat ging daar nogal vooruit. Ja, dat wel. Maar ik lees tegen 60 km per uur dat zand in. Ja, maar dat andere stuk dan, bergop, dat is al andere koek. Ik heb er al jongens zien afstappen. Dus en dan moet je nog tot aan de brug geraken. Hè? Dan moet je die brug nog opgeraken. Ja. Dat gaat het probleem niet zijn. Maar die zandstrook, dat zit allemaal kort achter elkaar. Dat is een inspanning van ongeveer 2 minuten. Niet introot, maar los erdoor. Ja. Jullie weten dat er een verschil in zand is? Technisch zand en ander zand? Nee, maar ik ben heel blij om dat te horen. Ik leer altijd graag bij. Ik vind het fantastisch. Ja, komt daar ook nog bij. Dus bij ons, in onze regio waar ik vertoef, vandaag is het hele dag regen geweest, maar echt enorm regen. In de Kempen? Mm-hmm. Aan de kust geen druppel. Ja. Die hebben gewoon hun training kunnen afwerken in droge omstandigheden. Ja. Dat is heel vreemd en een klein beetje moeten we dat nog afwachten. Want stel je voor, heel de dag regen op het strand, dan neem ik aan dat het water, dat loopt volgens mij nog altijd naar de zee. Dan kan dat zijn dat daar ergens een klein geultje is. Mm-hmm. En dat je daar dan toch weer wel kunt een iets hardere ondergrond vinden. En dat gaat meespelen. Ik wil nog eens over het mentale aspect praten, Paul, want dat zou ook wel eens belangrijk kunnen worden. Dat zijn twee sterke karakters. Nu, vroeger, ik weet niet of dat jullie die beelden ooit al gezien hebben, maar vroeger had je zo van die mannen die op dat vlak hun trucendoos boven haalden op een WK, op zeer belangrijke momenten. Groenendaal, dan Herijgers op 8 seconden. Paul, zwoegen en toch goed in het ritme blijven. Daar is hij, komt weer wat dichterbij. En daar is het gebeurd, Herijgers vooraan, even kijken. Oh, dat is een beetje overdreven. Gaat het daar gebeuren? Is dit de beslissing in dit WK? Ja. Ik geloof het. Dit is topsport. Kijk eens aan. Allee. Even nog eens de stuntman uithangen. Heeft hij van het mountainbiken zeker. En of hij tevreden is. Zijn 16e zege van dit seizoen. Zijn belangrijkste uit zijn carrière. Paul Herijgers, wereldkampioen. Verdorie, hier ben ik, zegt hij. Amir 1994 was dat.
8 jaar voordat ik was geboren. Ja. Ooit al gezien? Nee, nooit. Nee, dat was hem. Dat, was hem. Ja, dat mag je niet doen, zo, Amir, want dan word je niet verkozen. Dus. Ah. Nee, maar het was leuk om nog eens te laten zien, om dat mentale aspect erbij te halen. Want dat durft vandaag niemand meer doen. Hè? Wat je daar deed? Ik weet niet of dat nog moet. Dus cross is zoal populair genoeg. Dat bewijzen de kijkcijfers. Maar moest er zo iemand rondrijden... ik zou een binnenpretje hebben, natuurlijk. Hè. Ja. Nochtans hebben ze dat al nagedaan. Hè. Ook Wout van Aert heeft dat ooit gekopieerd. Zo eens even na een geweldige prestatie. Hè. Dus, dat af- en opsprongetje is wel mooi. Dat is bijgebleven bij de meeste renners. Ja, want dat mentale... Hè, als ze zo, stel dat ze heel, heel dicht bij elkaar hangen. Naarmate dat die cross dan vordert, dan gaat dat mentale... een heel belangrijke rol spelen. Ja, maar zij lossen dat wel heel professioneel op. Hè. Dus het is echt barsten of buigen, één van de twee. Maar hoe kan je dan in zo'n cross iemand een tik geven door eens 10 seconden te proberen nemen? Of hoe doe je dat? Natuurlijk, als we 1 week teruggaan naar Overijs. Dus, daar heeft Van der Poel dat wel geprobeerd. Hè. Dus op een lekke band naar boven knallen en dan proberen dat gaatje te dichten. In geen tijd. Dus hij heeft dat tot 2 keer toe geprobeerd. Dus als hij daarin geslaagd was, dan zou ik zeggen, dit is mentaal wat voordeel. Maar Van Aert heeft daar dan weer een antwoord voor. Om dat niet toe te laten en dat, zoals Renaat Schotten dat toen aanhaalde, het is 5,71 honderdste of zoiets. Vond ik wel tof. Om dan terug weg te rijden, dat is formidabel. Die zijn zo op elkaar ingesteld. Ik denk dat die elkaar van binnen en van buiten kennen. Ja. Dus dat niet makkelijk is om iemand onderuit te halen op een mentaal vlak. Als je nu kijkt naar het succes van de cross, dat heeft toch altijd zo 2 van die kalibers nodig. Als je nu kijkt, Sven Nys tegen Bart Welles, Wout van Aert, dat was nog even tegen Sven Nys ook, en dan komt daar Mathieu bij. Enfin, dat is zo'n tweestrijd met 2 man die er bovenuit steken, dat heeft de cross blijkbaar nodig ook. Hè? Dat is dankbaar, hè, als je zoiets hebt. Hè. Dus, zonder die twee is de cross niet hetzelfde. Hè? Nee. Libeton heeft dat ooit een beetje gemist, denk ik. Hè, want je won daar eens 28 van de 29 wedstrijden. Dus dan ben je een alleenheerser op het gebied van overwinningen. Maar dit is veel aangenamer. Dus de periode dat we gekend hebben, zoals je aanhaalde, is veel toffer. Zoals het er nu met die 2 bovenarms op zit, dat is een zaligheid om daarover te debatteren en over commentaar te geven. In zo'n seizoen zonder publiek, hè, het is al een mirakel, vind ik, dat er nog zoveel crossen gereden zijn, de organisatoren die dat zijn blijven doen. Ja. Als je die 2 nu wegneemt, dan heb je toch qua succes een heel ander verhaal, denk ik. Ja, en toch hebben ze op de een of de andere manier... Alle renners, ik ga ze niet alleen met die 2 noemen, dus die hebben zich eigenlijk daar geweldig woord gehouden. Hè. Dus die speelden hun rugnummer op en die beginnen te rijden op leven en dood. En of dat daar nu publiek staat te juichen of niet, ze hebben zich daarbij neergelegd. En gelukkig maar, hè. Dus ze hebben een oplossing gevonden. En er is spektakel evenveel als voorheen. Stel dat we in september wel terug gewoon kunnen crossen met publiek en dergelijke, is dan... alles vergeten in die zin? Of heb je organisatoren die nu al wel... Ik denk dat we vooral naar de naar alle mensen die het toegelaten hebben om het laten door te gaan, dat we die eigenlijk al een woord van dank mogen geven. En vooral de sponsor, denk ik. Ik denk niet dat er mensen zijn die dat zich in nesten gewerkt hebben. Nee. Dus er zijn mensen die dat ooit wel meegemaakt hebben. Dus door een afgelasting wegens storm, zoals Merckxpas bijvoorbeeld. Maar nu denk ik vooral dat de sponsors dat die dus een duit in het zakje hebben gedaan en op die manier alles hebben gered. Want je kunt niet gaan organiseren om te zeggen we gaan sowieso er onze kaas bij inschieten. Dat neem ik aan dat nog niet te veel gebeurd is, maar vooral dank aan sponsors. Het zal zondag wel vreemd zijn, denk ik. Zo'n WK zonder 30.000, 40.000 mensen langs de kant is... En toch zul je zien dat het er van minuut 1 bovenarms op zit. Publiek of geen publiek. De kijkcijfers zullen goed zijn, daar twijfel ik. Nog 1 vraag dan, Paul. Wie wint? Dat is moeilijk. Ja, dat weet ik dat moeilijk is, maar je moet toch 1 naam geven. Amir die wil wat centen inzetten op 1 van die 2. Je gaat weinig kunnen verdienen. Hè. Je zou een derde moeten hebben om iemand naar voren te schuiven waar je iets kunt rapen. Maar in ieder geval... Stel dat je zelf €100 krijgt en je zet in op... Ik heb vandaag Van der Poel zien rijden. Dat was dik oké. Maar ik ga toch blijven bij mijn
ik kan niet zoals een... ik ben geen crossfitterloog, hè. Dan dit en dan dat. Ik moet bij mijn standpunt blijven. Die zitten er ook af en toe naast. Nee, maar ik moet bij mijn standpunt blijven. Wij ook. Mevrouw Vliegen. Ja, maar ik kan niet van een nak op een tak springen. En ik kom dan terug bij de Wout uit. Dus ja. Omdat hij dus sterk is beginnen te crossen. Hij heeft weerbaarheid getoond. En ik heb zijn naam laten vallen. Dus ik kan nu niet zomaar terugkrabbelen. Ja. Maar dat het over millimeters of centimeters gaat, ja, dat zou me niet verbazen. Ik zal Van der Poel zeggen dan. Dan is... Ah wel, dat zal Mathieu wel appreciëren. Dat is goed. Ja. Dankjewel voor je komst en veel plezier zondag. En doe Michel de groeten. Dankjewel ook mijn andere gasten. Heel fijn dat jullie er waren. Michel zit trouwens hier een beetje verderop intussen te wachten bij Ruben van Gucht in de studio. Samen met Van Nys, Lars Boom en Niels Albert voor een extra time cross helemaal gewijd aan dat WK van zondag in Oostende. Geniet ervan. Mooie avond nog en tot later.